Oh yes, die Hemelstraat, vir ons, vir bykie vertel van die Hemelstraat. Die Hemelstraat, gaat ook nog gedraai. Ja. Kijk, as het nou zo'n somer is, daar is die Hemelstraat van die kant af, van oost af, leeg west. En nou, gaan het nou weer, winterseizoen is, nou is die Hemelstraat weer van hier, van suid af, noord, leeg, zo is hy nou And which time of year is it the brightest? You can really see it easy. Is it in the winter or the summer or the spring or the fall? Watter tyd is die Hemelstraat en die ander goed die helderste? Is dit somer of winter? Nee, watter tyd is dit in die winter? Die winter is maar die helderste. Daar is seker die koud of ek weet okay wat. Dit moet die koud wees. Dit moet omdat het koud is, daar is hy helder. Helder en dit is die sterre, die maandje opkom ook. Die maand ook al onder is, of die maand ook nog opgekomen. Dat is heel erg. Waar wordt die op wil je praten? Maar, dat is nou zijn tijd dat hij helder is, die Hemelstraat. Hij is nou helder. Maar hier is, in die zomer is hij zo. Als hij zomer zo, hij is daarmee hoofdoverig. Kan niet zo mooi zien, vrouw mij. Maar ben je zien hem? Maar hij is zo helder zoals nu. Waarom nou van handen weer op kijken? Dan wil ik hem kijken, ja. Dat is met de Jezus, eerst. Dan kan ik weer mooi afzien. En die lach kijken. Ik kijk wat ik kijk. Al wat de ster is. Ik ken kijk ik. Maar hier is nog iets wat ik nog weer ga bemerken. Maar ik weet ook hoe ik doen dat dit is. Maar ik moet het doen. Het is daar. Ik kijk wat hij witkolletjes ook zo in die lucht. Als ik er drie witkolletjes. Wat mensen ook in die lucht zien. Ik heb alleen nog gekeken of we alle opkomen. En dan gaan we nog weg. Maar dan raak allemaal weg. Maar het man. Dus die man wat er weg raakt. Juni maand is ons nou June, alles nou oos, hulle kom nou op.